Nou, bij Veronica kreeg ik een standaard afwijsbrief van Lex Harding. En toen ben ik dus naar Radio Stadhaag gegaan. En daar heb ik jaren gedraaid. Dit is The Broadcast. De podcast over radio en televisie in Nederland. Met elke aflevering een gast uit de roemruchte Nederlandse radio- of tv-geschiedenis. Hier zijn uw podcast-hosts, Patrick en Peter. Welkom bij de derde aflevering van The Broadcast. Mijn naam is Peter. En ik ben Patrick. En in deze aflevering van The Broadcast hebben wij een man te gast. Geboren op 31 december 1962 in Den Haag. Hij is bij veel mensen bekend geworden als sidekick van Edwin Evers. Maar heeft in het verleden ook zelf programma's gepresenteerd. En uiteraard is hij sidekick geweest bij de best beluisterde ochtendshow van Nederland. Evers staat op Radio 538. Inmiddels hoor je hem ook als DJ op zondagavond bij Radio Veronica. En sinds deze maand, november 2020, sta je wederom met hem op. Samen overigens met Wilfred Gené en Niels van Baarle, waar hij Veronica Inside maakt. Door het uitgebreide gesprek hebben we deze opgeknipt in twee losse afleveringen. In deel 1 vertelt Rick hoe hij begonnen is met radiomaken, zijn tijd bij die piraat en natuurlijk zijn uiteindelijke stap naar de landelijke radio. En in deel 2 praat Rick over een tijd bij de KRO, de overstap en tijd bij Radio 538 en het begin van Veronica Inside plus zijn eigen programma op zondag. Broadcastvrienden, onze gast vandaag, Rick Romeijn. Groot applaus. Ja. Nu al. Heb je die eronder zitten onder de knop? Ja, jongen, ik heb alles hier, maar ik moet het wel even opzoeken. Ja, precies. Toen dat was zitten. Oh, dat was de verkeerde. Oh. Applaus, het kan allemaal. Fantastisch. Ja, Rick. Ja, leuk. Met de derde gast van de broadcast. Ja, ik ben vereerd. Ja, leuk. Nou ja, ja. Dat zijn wij natuurlijk ook. We hebben even wat mailcontact gehad, even wat appcontact. Ja. Uiteindelijk zitten we bij elkaar. Waarvoor dank dus. Vaker in een podcast gezeten, toch ook? Dit is mijn derde podcast, denk ik. Ja. Ik luister heel veel podcasts. En ik heb even kijken met wie heb ik meegedaan. Met Joost Strootman. Ja. Dit is denk ik mijn tweede dan. Of niet? Heb ik nog eentje gedaan? Ik weet het niet meer. Ja. Ja. Tweede of derde podcast. Nou ja, in ieder geval geen onbekende voor de podcastwereld wat dat betreft. Nee. Was over nagedacht om het zelf te doen ook dan? Of? Nee. Nee, dat niet. Nee, ik vind het heel superleuk om te luisteren. Ja. Ik ben met heel veel dingen, zeg maar, niet een early adapter, maar een late adapter. Maar ik heb de podcast heb ik wel ontdekt nu sinds een jaartje of zo. Ik luister echt heel veel. Ik luister elke week wel 2 of 3 podcasts. Oh, wat goed. Voornamelijk over radio. Vind ik hartstikke leuk. Leuk is dat, ja. Ja. Welke luister je dan? Ik ben begonnen ooit met Michiel Veenstra. Die had toen een hele serie. Met onder andere, volgens mij, Stenders had hij. Lex Gaarthuis had een hele leuke podcast. Ja. Ja. Ik luister Dit Was de Radio van Arjen Snijders met Harm Edens en Ron Vergouwen is dat, ja. Maar die dat zegt mij niet zo. En natuurlijk de onvolprezen Patrick Kik. Ja, ja. Die luister ik heel graag. Ja, ja, ja. En wat ik ook sinds kort heb, is van de NPO. Dat is van de VPRO, zo'n misdaadpodcast. Met volgens mij de moord op Patrick. Dat vind ik fantastisch. Ja, dat klopt. Ja. Nee, maar ik heb daar ook wel iets van gehoord inderdaad. Ik heb hem nog niet helemaal afgeluisterd. Want er staat zoveel online. Hè, dat is je normaal. Eigenlijk, ja, je moet wel heel veel hardlopen. Wil je dat allemaal kunnen rennen. Hetzelfde als met Netflix. Je begint aan een serie en er zijn alweer 4 andere series. Ja. En met podcasten ook. En je komt vaak weer terug bij dezelfde mensen. Ja. Dus, ja. Maar heb je een vast moment dat je luistert naar podcasts? Altijd hond uitlaten. Oh ja, echt waar? Ja. Ik loop altijd een half uur, 3 kwartier. En dan denk ik zo, oh ja, even luisteren. Maar dan luister je dus sommige podcasts in een paar delen. Want sommige duren echt wel lang. Nou, want Dit Was de Radio, dat duurt bijna 2 uur of zo. Ja. En dan op een gegeven moment denk ik, jongens, dat had wel korter gekund. Maar ik luister het altijd. Ja, ik vind het echt wel... En je hoort ook even snel een paar dingetjes. Dus, oh ja, je kan niet alles luisteren. Nee. Maar ik luister tegenwoordig sneller naar de podcast dan naar de radio. Dan naar de radio. Ja. Ja. Laten we beginnen met de eerste vraag. Wat was je eigenlijk geworden als je niet in de media was beland? Nou ja, ik werkte bij de bank. Dus ik was daar computeroperator. En ik denk dat ik misschien iets had gedaan in automatisering. En anders denk ik wel iets in de horeca. Ik wilde altijd heel graag mijn eigen discotheek hebben. Ja. En ik werkte ook heel veel in de discotheken. En ik dacht altijd bij mezelf, nou, dat kan beter. Nou, ik ben uiteindelijk blij dat ik geen eigen discotheek heb. Want dan had ik nu waarschijnlijk geen inkomen gehad. Nee. Maar ik werkte bij de bank. En ja, daar waren wel mogelijkheden. Maar dat was geen leuke baan of zo. Nee. Het was gewoon een bank. Was wel echt werk, wat dat betreft. Het was echt werk, ja. Ja.
En heb ik een broodje. Broertje. Nee, en ik heb ook nog. Ik heb tot een jaar of drie geleden heb ik een bedrijf gehad. Of nee, misschien ja, 4, 5 jaar geleden een bedrijf gehad met een compagnon. Wij bouwden websites en apps. En ik had 13 webshops. Dus dat draaide. Dat draaide eigenlijk hartstikke goed. Maar we kregen oneenigheid over de volgende strategie. Dus Ik ben uit het bedrijf gestapt. Ja. Maar wij waren bijvoorbeeld de best verkopende shoebakverkopers van Nederland. Ja. Oh joh, ja. Kijk eens zeg. Oh, dat is een hele leuke, wel heel wat anders, maar wel weer een mooi job daarnaast natuurlijk. Wij verkochten echt meer shoebakken dan Bart Smit. Ja, ik vond het heel grappig. Ja. Wat grappig zeg. En toen radio? Radio, ja. Wanneer ben je begonnen? De allereerste keer? Ja. Toen was ik denk ik 17, 18. Ik had een vriend, dat was Wim van Bracht en die heette op de radio Marcel de Jong. En die woonde bij mij in de buurt en hij zegt, ik heb een radiozender. Nou, dat vond ik hartstikke interessant. Dus wij gingen op zaterdag radio spelen van 10:00 tot 8:00. En dat heette Radio Flamingo. En we hadden 2 disjockeys. Marcel en ik. Dus het grappige was, we begonnen om 10:00 met Marcel. En dan om 11:00 kwam ik. En dan deden we een duoprogramma om 12:00. En dat ging de hele dag zo door. En dan 3 of 4 toen zei hij, volgens mij staat de radiocontroledienst voor de deur. En toen zijn we gestopt. En daarna ben ik langzaam via allerlei piraten echt professioneel geworden, zeg maar. Wat goed. Maar dat was dus echt een piratenzender. Ja, piratenzender. Ja. Dat, het is jammer dat het niet meer bestaat. Ik ben een groot fan van de vrije radio. Dat was mooie radio. Je leert daar echt alles van het vak. Ja. En tegenwoordig ben je, of je bent producer, of je bent sidekick of DJ. Als je bij de piraten was je alles. Je was de bandenwisselaar, je was de zenderbouwer, je was de mastopzetter en ook DJ. Dus je leerde daar heel snel. En je leerde ook van wat kost het om een zender te draaien. Ja. En in de tijd dat ik daar nog werkte, werd er goudgeld verdiend. Dus dat waren eigenlijk mijn eerste verdiensten bij de radio. Ja. Want lokale omroepen waren er toen nog niet, denk ik, of wel? Semi begon een beetje op te komen. Je had in Den Haag wel een aantal. Je had 1 lokale omroep, waardoor dus de piraten moesten verdwijnen. Dat was eind jaren 80. Maar de lokale omroep was echt heel slecht. En dat is tegenwoordig wel een stuk beter. Ik hoor heel veel lokale omroepen. Dan hebben ze nou, dat is wel goede radio. Ja. Een stuk beter wat dat betreft. Ja. Ja. En waar luister je zelf naar in die tijd? Mijn moeder luisterde vroeger altijd naar Noordzee. Mm-hmm. En dus ik luister altijd wel naar piraten. Ik luister eigenlijk altijd naar onze eigen zender, Radio Stad Den Haag. Daar luister ik heel erg graag naar. Ik luisterde heel veel naar Stadsradio Rotterdam. Dat was een legale zender. En ja, dat vond ik heel erg goed. En ik luister natuurlijk wel naar Radio 3. Dat luister ik altijd. Altijd naar Veronica en de Tros en de Afro op maandag. Ja. Grote voorbeelden nog? Nou ja, het klinkt een beetje arrogant misschien. Maar ik vond toen de tijd de meeste disjockeys niet zo goed. Nee. Nou ja, wij deden de piraten. Ik vond de piraten eigenlijk beter. Beter. Ja. Tot eigenlijk, zeg maar, Jeroen van Inkel. Weet je wel, ik ben niet zo van Leo van der Goot en die Felix Meurders en zo. Dat was een beetje voor mijn tijd. Maar Jeroen van Inkel en Rob Stenders en Edwin Evers toen de tijd. Maar eigenlijk vooral met Van Inkel, ja, dat vond ik wel echt fantastisch. Ja. Dat was, en dat was ook fantastisch. Ja, dat was het zeker. Ja, absoluut. Ja. Daarna Radio Penopoli? Penelopen. Oh ja, nou, het lijkt erop. Ja, na Radio Flamingo ben ik dus bij. Je had vroeger 27 MC-bakjes. Ik weet niet of dat kent. Nou, en ik kwam toen. Kreeg verkering met een meisje. En haar broer die werkte bij Radio Penelopen. En op een gegeven moment zei haar broer: joh, kom een programma maken. Ik dacht, ja, programma maken. En nou, ik heb thuis een studiootje gebouwd. En ik ben programma gaan maken. En uiteindelijk daar een paar jaar heb ik daar gezeten. En ik ben daar met, en dat is wel een soort rode draad in mijn leven, met ruzie weggegaan over geld. Oh echt? Ja, dat was wel grappig dat we waren een piratenstation, maar we hadden geen reclames. En wij haalden onze inkomsten uit de verkoop van cassettebandjes. Maar dat mocht natuurlijk niet. Ja, we wisten het wel, maar we deden het wel. Maar die cassettebandjes verkochten we bij mij thuis. Dus je kon gewoon bellen naar een nummer. En dan werd er gezegd, nou, je moet naar dat adres. En dat was mijn adres. En dat was altijd op zondagavond. Konden dan mensen tussen 6 en 7 konden ze die bandjes ophalen. Ja, dat ging hard. Dus er kwamen 100 man tussen 6 en 7. Dus mijn buren die vonden echt, ja, wat gebeurt daar, joh, man? Er kwamen allemaal jonge mensen. Dus op een gegeven moment, ik zeg, we hebben nou 100 bandjes verkocht. En voor mij was dat 10 gulden. En dan ging de 1000 gulden naar de zenderpot. Ik zeg, ja, maar wij lopen het risico thuis. En toen zei ze van, ja, sorry, maar we doen het allemaal in de zender. Jij krijgt niks. Toen dacht ik bij mezelf, ja, hier heb ik geen zin in. Ik loop al het risico. Dus toen ben ik gestopt. En toen dacht ik bij mezelf, ja, ik moet toch een soort wraak nemen. Of weet je wel, ik denk, nou, weet je wel, ik kan op 2 manieren. Ik solliciteer en bij Radio Veronica
of bij Radio Stad Den Haag. Waar ik dan, en nou, bij Veronica kreeg ik een standaard afwijsbrief van Lex Harding. En toen ben ik dus naar Radio Stad Den Haag gegaan. En daar heb ik jaren gedraaid. Toen, denk ik een jaar of 3, 4. Even een fragment uit die tijd. Echt waar? Ja, ik heb zo lang gezocht en het was heel moeilijk om iets te vinden. Wat leuk was. Dat sowieso. Dat laat ik even aan jou over. Ja, okay. Nee, je bent het niet zelf, maar ze hebben het over je. Oké, leuk. Ik heb hier een stukje uit een oud krantje. Ik zal het even voorlezen. Over Ricky Romano. Misschien wel interessant. Ricky Romano is wel de meest met zichzelf ingenomen mannetje van het ganse Radio Penelope team. Vindt het verschrikkelijk leuk om andere DJ's zwart te maken, maar gelukkig is deze rubriek er nog om dit ventje nog zwarter te maken dan menig kolenkit. ET2, zo noemen ze hem wel eens. Hij heeft zondag altijd een programma tussen 4 en 5 en is in dat programma regelmatig zo vervelend dat we in de studio de hele hand eruit sweepen. In zijn programma op woensdag probeert hij wel eens te mixen en als het lukt, nooit gemerkt dat het ooit wel eens lukte, dan vindt Ricky Romano zijn eigen zo goed. Zijn eigen. Dat je de hele avond moet horen. Laatst probeerde hij te scratchen, niet op zijn rug dus. En gelukkig bleef de schade beperkt tot 2 draaitafels, inclusief naalden en plaat. Zo'n plaat heeft hij trouwens regelmatig voor zijn hoofd. Romano heeft verleden jaar zijn BLO-diploma gehaald en werkte al een tijdje als groenteboer. En hij lijkt als dusdanig op IT dat hij regelmatig in de stelling voor speelgoedpoppen wordt gestopt. Als Ricky Romano dronken is niet veel alcohol voor nodig, is hij nog vervelender dan als overdag. Maar het Radio Penelope team vindt niet erg wat bij de gedachte dat hij de volgende dag weer de hele dag stil is door een kater waar menig poes van gaat kwijlen. Nou, hoor je leuk. Ja. Nou, dat is één ding waar. Dat is dat ik groenteboer was. Dat was ik was inderdaad, ik werkte bij de Profimarkt of de Kommer. En daar was ik groenteboer. Dit is volgens mij Freek van Tijn die ik hoor. Die is nu makelaar in Den Haag. En ik zie heel veel zijn borden. Maar dit is echt die... ik denk 1283. Dat is echt heel lang geleden. Dit heb ik nooit gehoord. Ik heb helemaal niks van jou kunnen vinden. En dit was het enige wat over jou ging. Ik denk, nou weet je, dit moeten we er wel... Ja, heel leuk. Met een korreltje zout nemen. Dus. Nee, ja, dat... dat is sowieso. Maar Ricky Romano was dat natuurlijk. Maar dat was dan je artiestennaam al daar voor het eerst. Ja, of, ja. Komt uit een boek. Dat heet Klop maar op mijn deur. Van, ik dacht, William Motley heet dat. Het is wel heel grappig dat ik was de biografie van Westy Snijder aan het lezen. En zijn favoriete boek is datzelfde boek. En de hoofdpersoon heet daar Nicky Romano. En toen dacht ik bij nou, ik maakte geen Nicky Romano, maar Ricky Romano. Ik denk een beetje Italiaans. Dus ik heette jarenlang Ricky Romano, totdat ik bij Veronica kwam. En toen zei ze van, ja, je mag hier wel werken, alleen die naam moet veranderen. Dus, en dat was, ik zei, ja, Ricky Romano, zo heet ik al jaren, zo ben ik bekend in Den Haag. Toen zei Unico Glory, ja, maar Ricky Romano, dat klinkt niet. Ik zeg, ja, maar jij heet Unico Glory, dat is ook niet. Hij zei, ja, maar dat is mijn echte naam. En dus toen werd er een prijsvraag uitgeschreven binnen Veronica. Die, van, ja, wie kan er een goede naam verzinnen? En dat, iemand kwam met Rick Romein. En die heeft daar nog een prijs van. Dus sindsdien heet ik Rick Romein. Ik had eigenlijk Romano leuker gevonden. Omdat wat iets romantischer, iets... En het komt niet zo vaak voor. Maar het werd dus uiteindelijk Rick Romein. Grappig, ja. Maar je stelt jezelf voor als Rick Romein. Dat uiteindelijk is het een piratennaam of een artiestennaam, toch? Ja, niet mijn eigen naam. Maar dat kwam omdat je... Ik heet eigenlijk Richard Blokpoel. Ja. In Den Haag waren er niet heel veel R Blokpoelen. Eén, dat was ik. En ik stond in het telefoonboek. Mijn ouders die hadden een telefoonabonnement op mijn naam afgesloten. Dus ze werden dus wel eens lastiggevallen. Van, je zoon zit hier bij de radio. En dus dat was een beetje bekend geworden via allerlei sites. Dus toen dacht ik bij mezelf, nou, dus daarom maar die piratennaam. Dus in plaats van mijn echte naam, zeg maar. Ja, dus dat was ook wel echt nodig in die tijd. Jazeker, want je was natuurlijk altijd bang dat je... ik ben nooit opgepakt hoor voor piraten. Alleen ik kreeg op een gegeven moment een proces-verbaal te zien. En daar stond wel mijn naam in. Met de melding, die moeten nog oppakken. Ik denk, ja, dat is niet goed. Dus ik denk, nou, hier stop ik mee. Ja. Maar heel veel hadden toch zo'n naam in die tijd. Of bijna, bijna iedereen had Piet Derksen. Die heette Pietje ja. Nou, maar niet Piet Derksen. Nee, nou, ik hoorde laatst Daniel Dekker. Dat wist ik helemaal niet. Nee, Henk Bakhuizen. Ja. Dat past toch ook niet? Dat past toch helemaal niet? Henk. Nee, maar Henk Bakhuizen past niet in zo'n jingle natuurlijk. Nee. Dus, ja. Henk Bak, nee. De Broadcast. Podcast. Ja, in 1980, nou we hadden het er net al over, stapte hij over naar Radio Stad Den Haag. Ja. Dat was ook een piraat. Ja, dus ik denk dat Stad Den Haag was in Den Haag echt de allergrootste radiozender. En dat was een beetje te vergelijken met 538 meets Slam FM.
Wij hadden alleen maar disco-muziek, veel importmuziek. Met de platen die eigenlijk door Radio 3 of Hilversum 3 toen de tijd nooit werden gedraaid. Of maanden of jaren later. En wij liepen alles vooruit. En de muziek die de kinderen hoorden op zaterdag in de discotheek draaiden wij ook in het weekend. Het was echt een ongekend grote zender. Ja. Er werd heel veel geld verdiend. En luisteraars? Heel veel. Ja, echt. Je merkte wel, je had toen geen telefoonnummer, maar gewoon een postbus. Ja, er lagen elke week honderden kaarten in. Oh, echt? Ja. Het was echt bizar. Je had natuurlijk ook niet heel veel zenders. Je had natuurlijk Hilversum 3, maar het was natuurlijk de ene dag was de EO, de andere dag de VARA. Ja. En piratenstations, ja, dat had toch altijd een beetje iets magisch, weet je wel. Ja, dat mocht niet. En we draaiden echt voor de jonge mensen. Het was echt gewoon echt heel, heel groot. Ja. Ja, we hebben geprobeerd een fragment uit die tijd. Is er ook niet, hè? Alweer? Nee, sorry. Was er niet, wel bij de reunie, denk ik. Hebben jullie reunie gevonden? Precies. Oh, 1997 is opnieuw een uur. Niet echt voor het Alexander O'Neill, baby, you're a fake. Hartelijk welkom. Het is even over 6 uur. Dit is het Radio Stadenhaag Dance Classics Weekend. Ja, ja. 106.3 bij Energy. En ik heb ook gehoord dat het mag eigenlijk niet officieel gezegd worden op 97.2. Nou, met dank aan Peter van Leeuwen en Maartje Mos voor de Haagse flitsende 100 van 1983. Ja. En Alexander O'Neill hoorde dus en baby, you're a fake. Wat grappig dat Peter en ik zo'n beetje, denk ik, de grootste fans zijn van Alexander O'Neill. Ook waarschijnlijk de enige. En pas geleden was hij in Nederland voor een concert in de Asta. En we staan samen op de foto. Ja, dat is zo leuk om te zien. Ik heb die foto thuis in mijn kamer hangen. Ik ook. En dan zie ik jou staan. Ja, dat is jammer. Je ziet Tim Paulsen staan. En ik sta er ook bij. En Alexander O'Neill heeft iets van, wie zijn die drie dikke gasten? Dat zijn nou ja. Dance Classics Weekend op Stadenwem. Dit is P-Lion. Happy Shopping. Nou, het klinkt wel heel dik. Klinkt toch prima? Ja, dit was, ik had toen al jaren geen radio meer gemaakt. En toen hadden ze een soort reunieweekend. En ik vond het superleuk om die gasten allemaal weer een keer te zien. En ja, dan ging je onvoorbereid, weet je wel, zitten. En dat klinkt aardig, maar ik krijg er wel een beetje warm van als ik dit hoor. Ja, is dat... Maar dat heeft denk ik iedereen als je een geluid hoort van jaren geleden. Denk je zo, ja, wel een hoop gebeurt in die tussentijd wat dat betreft natuurlijk. Dus ja, dat is misschien... Maar je hoorde wel aan het begin al met die jingles. Weet je, dat waren gewoon goede jingles voor die tijd helemaal. En het station was echt... Ja, ik heb daar echt met heel veel plezier radio gemaakt. Goede herinneringen dus. Hele goede herinneringen. Leuk. En er was ook een goede groep. Want er zat ook een... Ger van der Brink zat daar. Dat is na de hand Gerde Goede heette die bij ons. Maar na de hand Radio 10, Ger van der Brink. Lex van Koeverde, misschien ken je die naam niet, maar dat was Atlantic Ocean, Waterfall, die plaat. Ja, die heeft hij gemaakt. Oh. En Ramon Roelof zat er uiteindelijk ook bij, Charlie Lonois. Dus best wel een talentvolle groep. Ja. Daarna nog radio gemaakt bij Free Radio Rotterdam. Free Radio Rotterdam. Ja. Stad Radio Rotterdam nog? Ja, dat was Patricia. Radio Patrie, hebben die ook opgevallen? Jeetje. Nou, die kwam er tussen. We hebben er geen fragment van. Nee, dat kan ook niet. Ik denk dat ik daar 4 weken heb gezeten. Oh, echt? Het zijn wel leuke verhalen. Dus Radio Stad hield op te bestaan. En ik vond radio was mijn hobby en dat vond ik hartstikke leuk. En een vriend van mij, Jurgen Rijkers, toen de tijd Jurgen van der Meer, ook bekend van DJ Jurgen, die zat bij Free Radio Rotterdam en die zei van... ik doe op zondag wat, heb je zin om mee te gaan? Nou, ik vond het superleuk om mee te gaan. Dus ik ging met hem mee. En ja, dat was er een keer een uurtje over. Nou ja, dan mocht ik dat presenteren. En hij stopte daar dat weet ik niet helemaal meer. Maar hij had ook een programma bij Radio Patricia in Amstelveen zat het volgens mij. Hij zegt, vind je het leuk om daar? Ik zeg, ik heb toch niks te doen. Dus ik maakte een programma voor Radio Patricia. En ik woonde in Leidschendam aan de achterkant van Den Haag. En ik weet wel, als ik dan voor mij had ik op zaterdagmiddag een programma, dan moest ik echt met mijn antenne in de gang gaan staan. Mooi. En dan kon ik mezelf horen. Nou, dat was echt, dat je echt in mezelf, nou, dat ik dat heb gedaan. Maar dat Free Radio Rotterdam was ook weer oude piraten. En dat leefde wel. Dat zat onder Midtown volgens mij, de platenzaak. En nou, uiteindelijk ben ik dus bij Stadsradio Rotterdam gekomen. En dat was wel een heel mooi, tenminste een bijzonder verhaal. Ik luisterde altijd naar Stadsradio. Ik vond het een hele goede zender. Ze hadden daar overdag gewoon echt mainstream radio. En 's avonds voor de jongeren. Erwin van der Bliek zat daar zo. En ook Mark van Dalen. En ze hadden daar een hardcore programma op vrijdagavond. Turbulentie heette dat. En Mark van Dalen was altijd een beetje een rebelse gozer. En die had toen gedraaid Prins Willem-Alexander is een flikker op Koningsdag, op 30 april. Die werd er gelijk ontslagen. En toen werd ik gebeld door iemand die zei van, jij houdt van house. Vind je het leuk om bij ons programma te komen maken? Ik zei, nou, dat vind ik superleuk. Maar ik dacht dat ze gewoon house muziek gaan draaien. Ik ging vaak naar de IT. En ik zei, house, hartstikke leuk. Maar toen
was alleen maar happy hardcore. Dus ik kom daar binnen, zit Paul Elstak daar zo. Wat doet hij hier nou zo? Dus hij zegt, ja, nou, we gaan samen een programma maken. Ik zeg, maar ik vind happy hardcore helemaal niks. Maar ja, we hebben dus, ik denk, 2 jaar heb ik daar denk ik wel gedraaid of zo. Oh, wat goed. Dat zijn niet de eerste, de beste namen die je natuurlijk opnoemde. Nee, nee, het was superleuk. Ja, het was leuk, superleuk. Ja. En dat leefde daar in Rotterdam, was het echt marktleider nummer 1. Dat was echt zo, zo groot. Ja, ja. Want dat was inderdaad dan de tegenhanger van een Hilversum 1, 2, 3. Of, ja, ja, ja. Of zeg maar juist het totaal tegenovergestelde. Maar zeer professioneel. Maar had je inderdaad toen al wel iets van luisteronderzoeken? Of was het gewoon aan de hand van heel veel reacties? Dat nee, nee, dat was onderzoek. Maar dat werd dan niet voor mij door landelijk gedaan. Maar gewoon door zo'n zo'n call-out ding. Ja. Maar zij waren echt leuk. Nummer 1 met afstand. Het was echt overal in Rotterdam. Het was echt het was lokale radio. Maar het was gewoon echt met een landelijke uitstraling. En er werkten heel veel goede mensen. Erwin van der Bliek werkte daar. Henk Blok zat daar zo. En daar heb ik voor het eerst Henk Blok. Want ik was een fan van Henk Blok. Dus ik denk, nou, ik wil hem een keer ontmoeten. Dus ik had gevraagd of ik daar kon komen kijken. Dus ik belde aan bij die studio. En de deur ging open. En ik zeg, dag, ik kom voor Henk Blok. En daar stond iemand van 19 jaar. En die zei, dat ben ik. Ja, ja. Toen al ook. Ja, zo zwaar. Ja. Mooi. Maar in mijn gedachten, ik hoorde hem op de radio. Ik denk, nou, dat is een fan van 40, 50 jaar. Maar hij was toen 19. Had toen al die stem. Dat was fantastisch. We gaan. God, vind ik wel een leuke verhaal, zeg. Goed, hè? Ja, zeker. Ja. Dat is ja. De bedoeling. 12, 2, 4, voor meer plezier. Holland FM. Ja, nou, waar denk je gelijk aan als je dit hoort? Op de boot? Of niet? Nee, ik ben wel één keer op de boot geweest. Okay. Maar Holland FM, nou, de eigenaar van Stadsradio was Gerro Vonk. En dat bleek ook de eigenaar te zijn van Holland FM. En Nico Volker was daar de programmaleider. En wat ik dus bij Stadsradio deed, ik had dat houseprogramma, maar ik vond het vreselijk. Dus ik reed altijd naar huis toe, helemaal opgefokt door die housemuziek. En toen dacht ik bij mezelf, ik moet even wat rustiger worden. Dus ik had gevraagd of ik na dat houseprogramma nog een uurtje gewoon een beetje kon klooien met de luisteraars. Dus dat deed ik. En er belden altijd wel een paar mensen. Dat was hartstikke leuk. En de eigenaar had dat gehoord. Hij zegt, joh, vind je het niet leuk om op Holland FM een programma te doen? Ik zei, ja, natuurlijk. Ja. En ik kreeg toen ook betaald voor het eerst. 25 gulden per uur. Nou ja, ik ben nou toch bezig. Dus, en toen ging ik doen de Hollandse, ik denk Hollandse 30 of zo, of de Hollandse 50. De eerste plaat was normaal. Ikiko Wakan, Ikiko Wakan. Kijk eens. En toen dacht ik bij mezelf, na die top 50, ik denk, wat heb ik nou, waar ben ik mee bezig? Want ik vind die house niet op vrijdagavond niet leuk. Ik vind die Nederlandstalige muziek niet leuk. Ik krijg ervoor betaald. Maar dat is het ook. En toen werd Holland FM overgenomen. Maar Holland FM was, het was wel heel populair bij heel veel oude mensen. Maar het was niet mijn stijl van haar. Maar wel een hoop bekenden ook daar al, ja, toch? Of niet? Nou ja, toen ik er binnenkwam was het net een soort halve reorganisatie geweest. Maar Kobus Bosga werkte daar. Jan van Zanten werkte daar. Maar voor mij ook Ron Brand. Dat soort types. Jan Rietman en zo. Maar die heb ik allemaal niet ontmoet. Voor mij was het net weggereorganiseerd. Dus wij zaten met een soort B-garnituur, zeg maar. Dus Jan van Zanten, Kobus, ik. En wie zat er in de ochtend? Weet ik, ja. Ik heb ook nog een keer de ochtend gedaan. Dat was wel grappig. S'nachts draaide er een datbandje. Dus je moest om 6:30 er zijn. En ik rijd naar de studio en ik word aangehouden door de politie. Hij zegt, waarom rij je zo hard? Ik zeg, ja, ik moet om 6:30 in de studio zijn. Dat was een luisteraar van 100 FM. Dat was de agent. Hij zegt, nou, rij maar achter me aan. Dus ik rijd naar de studio. En dat was nog net op tijd voor de uitzending. Maar ik denk op een gegeven moment, ik ga eens kijken of ik luisteraars heb. Dus ik zeg, dames en heren, we geven zo meteen een auto weg. Als u nu belt. En ik kijk en de telefoon gaat. Ik denk, nou, mooi, ik neem op. Met mevrouw Jansen. Ik wil de afspraak voor 8:30 afzeggen. Live in de uitzending. Ja, 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 ja. Dan luisterde, nou, tenminste, 's ochtends luisterde echt helemaal geen kip. Nee. Maar op zich wel een leuke periode, ondanks dat je de muziek helemaal niet zo. Kijk, nou ja, je was landelijk, maar ja, het was. Kijk, ik kwam van Stadsradio Rotterdam. Dat was echt gewoon een hele gave zender. Dat was gewoon echt te vergelijken met 538 en Q Music nu. Dat was gewoon echt heel populair. En dat 100 FM, ja, weet je, ja, ik had niks met die muziek. Dus maar ja, ik was wel uiteindelijk blij dat ik het heb gedaan. Vind je wel dat je uiteindelijk als DJ wel ook echt iets met de muziek moet hebben die je draait? Of want dat is natuurlijk lang ook niet meer nu, maar... Ja, nou ja, wel. Wat, nou, anders hoor je hoort gewoon op een gegeven moment... Je hoort als een discjockey een plaat draait die niet leuk vindt, dat hoor je. Ja. En ik zat daar zo, ja, normaal, wat moet je daarover zeggen? Ja, niks. En dan kreeg je Jan en Gea en al dat soort muziek. Ja, dat is nee, ja, een paar kijk, plaatjes nu, leuk. Maar kijk, op een gegeven... nu is de Nederlandstalige muziek wat beter, weet je wat? Of anders, je hebt Bluff, je hebt Boef en al die handel. Maar toen had je echt dat volkse en dat was helemaal niks. Ja, echt een beetje de slagers. Ja. Volksmuziek.
Uiteindelijk wordt Holland FM dus, hè, je zei het net al even, overgenomen door Veronica. Maar jij zat dus nog bij Holland FM. Ging je eigenlijk mee? Klopt dat dan? Ja. Ik ging mee met de inbundel. Er bleef een man of drie vier over. Dat was Theo Mullen, Kobus, Jan van Zanten dan en ik. Ja. Dat mochten we mee. Voor 6 maanden. Dat was ook gezegd. De Unico Glory, we hadden hem net erover. Die kwam toen, die zei, ja, we hebben jullie gekocht. Iedereen gaat eruit. Alleen jij mogen mee. En jullie krijgen een contract voor 6 maanden. En daarnaast over. En ik werkte ook nog bij de bank. Toen dacht ik, ik zat thuis bij mijn toenmalige vriendin. Ik zei, ja, wat moet ik nou doen? Moet ik nou voor? Zegt ze, nou, als je dit niet doet, ben je gek. Dus ze zegt, ga nou maar. En nou, dan zien we over een half jaar wel weer wat. Dat heb ik gedaan. En ik heb zo'n beetje al die reorganisaties meegemaakt en overleefd. Maar jij dacht natuurlijk in eerste instantie, over 6 maanden is het klaar. Ja, 100%. Daarvoor je twijfel ook. Ja, want ja, ik werkte bij de bank, dus dan had je een hypotheek van de bank. Je had verzekeringen van de bank. Ja. Alles liep via de bank. En ik had een goed salaris. Ik had heel veel vrije tijd. Ik werkte in continu diensten, dus alles in tijd voor tijd. Ik werkte heel weinig. En ik had het eigenlijk prima naar mijn zin. En ik deed die radio erbij als hobby. Ja, maar dus, je passie natuurlijk. Wel met passie, ja. Maar ik dacht nooit bij mezelf, ik kan hier echt mijn beroep van maken. Dus toen dit op mijn pad kwam en toen bij mezelf, ja, ik wist wel dat ik niet de kwaliteit had voor Veronica, wat er toen was met Jeroen van Inkel en Stenders en Curry. En ik denk, ja, dat ga ik nooit redden. Je vindt de broadcast ook op de socials. Check ons op Twitter, Facebook en Instagram. Volg ons en mis geen broadcast meer. Van Gran tot Maastricht. Op elke radio. Hit Radio. 2-4. Er bestaat maar één radiostation. Eén radiostation. Dat is Hit Radio Veronica Maastricht. September. Vanaf 1 september is Hit Radio 12-2. Dit is de enige De nog één om het af te leren. Ja, maar die is wel goed, dit. De perfecte hitmix. Van de jaren 80. En de jaren 90. Ach, dit is zo goed. Maar dit is bijna beter is het niet. Ik heb het nooit meer gehoord, zoiets. Nee, dit is een combinatie van A, de beste stem die we in Nederland ooit hebben gehad. Alfred Lagarde. Ja. Al zijn er nog wel een paar, Wessel of Diep is ook ongelooflijk goed. Ja. Maar dit is de allerbeste. De vormgeving toentertijd werd gemaakt door Robert Jensen en Edwin Evers gedeeltelijk. Ik denk echt? Dat dit is denk ik Jensen geweest. En die was daar fenomenaal in. En dit heeft alles. Ik heb deze jingle, ik denk al 1000 keer gehoord. En elke keer hoor ik weer. Ik zeg, oh, wat is dat goed in elkaar? Dit zit zo goed in elkaar. Je kan het laatst nog een keer horen. Eén keer. Van tot Maastricht. Op elke radio. De stem is ook zo herkenbaar, hè? Niet normaal. 2-4. Er bestaat maar één radiostation. Dit is Evers. Dat is Hit Radio Veronica. September. Vanaf 1 september. Is Hit Radio 12-7. Dit is de enige echte Radio Veronica. Vanaf september op is de perfecte hitmix. Hitmix. Dit blijft zo goed, dit. Van de jaren 80. Ja, mooi. En de jaren 90. Dit is onze jeugd, Pet. Ja, dit is toen begon het te griebelen bij ons. Ja, absoluut. Dit was zo'n. Ja. Dit was echt een heel goed radiostation. Ja. Dat heet Radio 12T4. En ook toen Veronica, dat was gewoon. Ja, het klopte aan alle kanten. Maar daar zaten de beste mensen. Maar het is 6 maanden is het 12T4 geweest? Ja. Ongeveer. Ja, tot in september. Toen ging het over naar Veronica. En toen volgens mij in januari, dus die paar maanden daarna, kregen ze die etherfrequentie. Maar toen ben ik ben nog 1 januari weggegaan. Ja, 1 september 1995, iets voor 12 uur. Toen zat waarschijnlijk de hele studio vol. Weet je, was jij daar ook bij of niet?
Maar dat die, was maar de, die overgang dat naar was Veronica. De grote wisseltruc van Hit Radio 1224 naar... Ja, ik was er wel bij. Ja. Cool. Er was, heel veel mensen waren toen redelijk bezopen. Ja. En wat we ervan uitgingen, want ze kwamen natuurlijk uit het publieke bestel. Wij gingen ervan uit, wij gaan de wereld veroveren. En ze waren natuurlijk al het marktaandelen terecht gewend op zaterdag van 20-25%. Ja, we gingen terug naar een drama. Voor mij hadden we, de eerste meting was volgens mij 2,4. Dat was dramatisch. Ik weet wel, die cijfers binnenkwamen, dat iedereen al zat, dit kan niet. Want ze hadden allemaal verwacht dat ze meegingen naar de middengolf. Ja, er luisterde geen kip naar. Het gebeurde allemaal niet. Nee. En de kabel was nog niet helemaal overal breed gebruikt. Het was echt verschrikkelijk. We kregen die cijfers en we hadden echt, hoe kan dit? Ja, en toen wel langzaamaan weer opgekrabbeld? Of nee, bleef heel lang bleef het dat. En toen uiteindelijk heb die etenfrequentie, dat kwam 1 januari. Maar toen ben ik weggegaan. Dus het waren wel iedereen, ik weet wel dat iedereen toen bang was. Omdat Veronica zo goed klonk, dat ze dacht, ja, iedereen wordt weggeblazen. Maar uiteindelijk, het was misschien wel te goed voor die tijd. Het is een tijd vooruit, een beetje het sportzeven van de radio. Nou ja, als je het hoort qua vormgeving, ik vind dit nog steeds. Dit heeft de tand destijds doorstaan. Ja, dit kan nog steeds. Ja. Rob Sanders die deed daar de laatste minuten op 12-24 van Inkel, die opende Hit Radio Veronica. En dat klonk zo. Talk about my baby, she's some kind of wonderful. Het duurt nog heel even. Het duurt nog 3 minuten en dan is het zover. Dan hebben wij een eigen radiostation genaamd Hit Radio Veronica. Dan hebben wij een eigen televisiestation, Veronica Obsessie. Ladies and gentlemen, apparently we have 15 seconds. Oftewel 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hedenmorgen heeft de verenigingsraad te 11 uur besloten commercieel te gaan. Wake up kids, it's 10:30, you say nothing really changes but the date. Are you a grand slammer but you know Babe Ruth, you gotta learn how to relate. Er is één radiostation dat de toon aangeeft. Al meer dan 25 jaar. Er is een droom uitgekomen. Vanaf nu. Je hoort wel dat ze dronken zijn. Ja. En heel blij natuurlijk. En dit is ook een Jensen-productie. Ja. Dat hoor ik aan dat er is een dromen door je. Daar was hij altijd helemaal gek van voor dat soort geluiden te gebruiken. Ja. Dus je werkte daar dus eigenlijk al met Jensen toen. Ja. Dat is daar begonnen. Ja. Nou, eigenlijk daarvoor, want hij zat ook bij 100 FM. Hij deed de middag volgens mij tussen 4 en 6. En ik zat daar denk ik vlak voor. Dat weet ik niet echt niet meer. Dus ik had al een tijdje met hem samengewerkt. En hij was, ik weet niet of hij daar al programmaleider was. Ik denk het wel. Maar ja, ik zat toen al? Ja. Okay. Dus we zaten met Van Inkel, ik denk Staverman, Diergaarde, Evers. Nou, dan Jensen. En dan ik zat volgens mij in de avond laat, denk ik, met de Romeinse tijd. En Bos en Marie had je ook nog, volgens mij? Ja, die kwamen na mij. Oh, die zaten na okay. Die zaten in de uitzendstraat van Veronica. En die zaten dan om 12 uur. Ja, om 12 uur. Ik denk dat Stenders voor mij zat. Dat denk ik echt. Ja. Wat een line-up, zeg. Wat mooi. Ja, absoluut. Nee, maar dat zijn allemaal namen die... Als je nu zo'n programmering hebt. Ja, dat heeft Radio 2 ongeveer, hè? Ja. Ze zijn hard op weg. Ja, maar hoe was het ook, die studio? Want er is volgens mij in het oosten van het land... zijn een aantal mensen die hebben de studio nagebouwd. Ja, ben ik een week of 6 geleden geweest. Ja, dat was... ik had er al een paar keer wat over gezien op Facebook. En we kwamen in contact met elkaar. En ik zei, ja, ik ga er een keer heen. En dus ik riep dat tegen een paar gasten. Die zeiden van, ja, dat willen we ook mee. Ja, maar dat kwam omdat de sound van de studio van Veronica op het Lapersveld. Ik heb nog nooit zo'n goede sound gehoord.
Dus ik zei tegen die gasten, ik zeg, ja, maar vroeger was niet alles beter, maar dat was echt het allerbeste wat ik ooit heb gehoord. En zij zeiden, we hebben alles nagebouwd, ook de compressie. En ik zeg, jullie moeten mee. Dus wij zijn erheen gegaan. Nou, ze zetten die koptelefoon op, die schuiven gingen open. En ja, je voelt je, daar voel je je god. Ja, echt precies dezelfde sound ook. Hoe hebben ze dat van elkaar gekregen? Ze hadden de originele bouwtekeningen van de studio. Want volgens mij was een van die. De vader van een van die gasten was volgens mij. Decorbouwer bij NOB geweest. En ze hebben alles gewoon opgevraagd. Foto's bekeken met Van Inkel. Ze hebben Steven Warsanus gebeld. Voor de instelling en zo. En ze, alles was daar origineel. Dus de originele processing, de tafel. Ja, alsof, het is niet normaal. Alsof je echt zo terugstapte naar. Tijd. Ja, bizar. En echte freaks, weet je wel. Alles staat daar. Ze hebben alles. Ja, ik vond het echt fantastisch. En daar worden dan uitzendingen gemaakt? Of wat doen ze? Eén keer in de week gaan ze een keertje live. En dan spoelen ze weer dezelfde jingles af. En dan bellen er 200 freaks op. En die vinden het echt leuk. En doe nog even die. En dan hoor je weer de perfecte hitmix. Ja. Wat goed. Ja, het heeft ook een beetje een cultstatus onder de Radio Freaks, denk ik. Of niet? Heet Radio Veronica. Ja, terecht. Nou, ik vond wel, het was een waanzinnige programmering. Met alle goede discjockeys die er toen waren op de dag. In het weekend gewoon, het klopte aan alle kanten. Het was echt van, ja. En het was gewoon goede radio. En het was, ja, pionieren weer. In een tijd dat het eigenlijk niet meer de pionieren viel, zeg maar. Weet je wel, ja, we begonnen weer aan een nieuw avontuur. Alleen in het begin was het natuurlijk eigenlijk wel een afknapper. Omdat die cijfers zo achterbleven. Ja. 1995, gaan we even naar terug. Nu echt een fragment ook van jou voor de verandering. Dus, oh, toch niet meer die top 100, hè? De allergrootste hit. Ja hoor. 95. This is how we do it. Drop Scatman's World. Veronica's top 95 van 95. The Stones, like a Rolling Stone. Veronica's top 95. En zo werd het 7:09. Het is vrijdag 29 december 1995. Goeie, dit vind je ook niet fijn om te horen? Nee, dit vind ik echt verschrikkelijk om te horen. Ja. Zal ik hem wegvelen? Nee hoor, ik niet. Laat me ze wel nog even irriteren. Afgelopen jaar. Hey Wim, hadden we nog wat te melden over de Stones? Niks. Jij hebt wat te melden. Heb ik wat te melden? Maar ik zie nergens wat staan. Nou goed, de Stones hadden de best bezochte concerten van het afgelopen jaar met onder andere Pinkpop 95, toch? Nou, op het Pinkpop-terrein zijn ze geweest. Oh ja, oké. Op het Pinkpop-terrein zijn ze geweest. In Nijmegen zijn ze geweest. In de Kruis. Zet hem maar af. Is het echt, irriteer je dit je heel erg echt aan? Heel slecht, ja. Dit vind ik echt. En het is ook, ik vind het echt niet goed dit. Maar wat vind je er niet goed aan? Nou, alles is niet goed. Alles is gewoon slecht. Wim ter Laak was de producer. Die is nu volgens mij vrij hoog bij Endemol. Of bij... Hij heeft volgens mij bij RTL ook gezeten. Ja. Bij RTL, ja. Bij RTL. En ja. Voor mij heeft hij in Amerika heel goed. En de andere producer was Roland Snoeier. En die, die zit, dat is nu de baas bij Radio 10. Dat weten we allemaal, ja. Dat was ik vond het, weet je wat het is? Ik besefte toen niet hoe goed het was, zeg maar, het station. En dat ik er misschien veel meer uit had moeten halen. Beter pro, weet je, je hoort het. Ik ga beginnen, valt er wat te zeggen. Ja. Slecht voorbereid. Ja. Maar wel, ja, ik bedoel, je hebt er wel gezeten. En de hand gezien natuurlijk echt fantastisch. Trots als een pauw. Ja. Maar als disjockey had ik het beter moeten aanpakken. Okay. Daar heb ik echt wel wat steken laten vallen. Wat is je het meest bijgebleven van toen, uit die tijd? Nou, ik deed de muziek van Hit Radio. Eerst deed Jan Hoogestein het. En die had het ook vrij druk met Kink FM. Want dat werd toen net opgestart. Dus, en ze hadden gehoord dat ik het leuk vond om samen te stellen. En dus hij vroeg aan mij, joh, wil jij mij helpen? Dus ik begon met een weekendje. Nou, toen de disjockeys vonden het wel leuk. Dus toen begon ik met een paar uurtjes in. En uiteindelijk werd ik dus de music director van het hele station. En dat was hard werken. En alleen ik vond de muziek die Veronica allemaal in die database had staan, vond ik echt belachelijk. Dat waren echt absurd veel platen. Er stonden 3600 platen in die database. Nou, een beetje station nu heeft er 700-800. En dus ik zei tegen Jan, ik zeg, ja, Jan Hoogestein, de grote Jan Hoogestein van Countdown Café. Ik zeg, ja, maar 3600, dat is veel te veel, jong. Hij zegt, nee, dat moet. En er moet nog meer bij, een onbekende LP. Ik zeg, maar er is niemand op te wachten. Toen kwamen op een gegeven moment de jongens van de researchgroep uit Boston. Die kwamen omdat we ons moesten positioneren. En die openden de database en die stonden echt, what the fuck is this? Dus ze zeggen, ja, 3600 platen, 35, dat kan gewoon niet. Jullie moeten er gewoon heel veel schrappen. Dus alle discjockeys zaten daar zo. En toen zeiden ze, ja, jullie moeten terug naar 600 platen.
Nou, ik zag Stenders, die werd gek. Die trok wit weg. Van Inkel zei, no, dat kan niet. En iedereen had zoiets van, ja, maar wat gaan we hier doen? Uiteindelijk zijn er iets van 1200 platen overgebleven. Maar dat was echt een strijd. Want ja, Stenders, ze wilden namelijk gaan doen wat ze altijd deden. Namelijk een leuke plaat draaien en dan een wat onbekendere. Maar ja, dat onbekende, dat die Amerikanen zeiden, van, dat gaan we niet doen. We gaan alleen maar hits draaien. En ik weet wel dat ze toen zeiden van, you play Marco Borsato. Who the fuck is dat? Ja. Ja. Ga maar eens uitleggen aan een Amerikaan dat wie Marco Borsato is. Dus, ja. En ik weet wel dat ik een keer op mijn flikker kreeg. Wat een rotatie zeg maar van platen. En Phil Collins, Easy Lover, dat was de favoriete plaat van Robert Jensen. Die mocht 1 keer in de 35 dagen gedraaid worden. En Jan Hoogstein was op vakantie geweest en ik had zijn taken overgenomen. En ik had de plaat een keer gedraaid na 33 dagen. Ja, toen moest ik op het matje komen. Hey. Die zei van, ja, dit gaan we niet meer doen. Ik zei, ja, maar ik maak nou uit, 35 dagen, 33 dagen. Nee, als we dit maar 1 keer doen, ja, dan heb je gewoon een groot probleem. Nou, toen kwamen de Amerikanen en toen, vanaf dat moment werd Phil Collins elke dag gedraaid. Ja. Ik vond het echt heel erg grappig. Maar waarom zat hij zo op die 35 dagen dan? Zit daar ook weer wat achter of... Geen idee. Nee. Maar dat was echt, dat was zeg maar 35 dagen van de rotatie van Phil Collins van die platen. En tegenwoordig, dat je hoort normaal 1 of 2 of 3 dagen. Dat is gangbaar. Ja. Wat ik wel vrij veel vind. Maar die 3600 platen, dat was echt een no-go. Dat was echt bizar. Ja. Dus in deze tijd 600-700 platen ongeveer per station. Wij draaien bij Veronica echt wel met veel meer platen. Ik mag natuurlijk niet precies zeggen met hoeveel, want dat is bedrijfsinformatie. Ja, maar wij draaien wel echt met veel meer platen. Maar ik denk dat de hitstations zoals Q en 538... ik denk dat die met 600-800 platen maximaal draaien. En dat moet ook, want anders ben je geen hitstation. Maar een classic station zoals Radio 10 of wij met Veronica of Radio 2... ja, die draaien echt met veel meer platen. Ja. Ja. En gelukkig maar, want anders hoor je op de dag dezelfde muziek. Dezelfde muziek, ja precies. Maar had je als DJ bij Hit Radio Veronica ook nog wel eigen keus? Nou, sommige wel, sommige niet. Van Inkel vond het fijn om... wat ik altijd deed, ik vroeg aan Van Inkel... joh, wat vind je nou een leuke plaat? Nou, dan zei hij bijvoorbeeld... The Jackson Sisters, I Believe in Miracles. Nou, dan zet ik bij hem die plaat neer. Want dan wist ik, hij zit in die studio, hij draait die plaat. Dat vindt hij te gek, zit hij goed in zijn vel en maakt hij een goed programma. Tegen Staverman zei ik, wat vind je leuk? Nou, dan zei hij Hathaway. Nou, dan zet hij Hathaway neer. Nou, en dat ging zo... De enige met wie je altijd gezeik had, zeg maar, of gezeik, gedoe, was Rob Stenders. Want ja, die kwam van de VARA toen de tijd. En hij heeft zelf al een keer gezegd, bij de VARA werd hij gezien als een commerciële rakker. En bij Veronica als die alternatieve gast. En dan had ik bijvoorbeeld een playlist gemaakt voor hem, voor zaterdagavond. En dan 2 uurtjes, dat was zeg maar 30 platen. En dan draaide hij er maar 2. Dus ik zat dan te luisteren. Ik dacht, ja, wat is dat voor, weet je, allemaal van die rare muziek. En nou, dus ik ging naar Robert Jensen toe. Ik zeg, Robert, ja, Stenders, die draait op zaterdagavond maar 2 platen. Hij zegt, ja, dan moet je naar Stenders toe gaan en zeggen dat het niet meer mag doen. Ik zeg, ja, maar dat moet jij doen. Hij zegt, ik ga dat niet doen, dat moet jij doen. Dus ik naar Stenders toe. Ik zeg, joh, ik heb die playlist gemaakt, maar je draait maar 2 platen. Ik zeg, waarom draai je niet die hele lijst? Hij zegt, allemaal kutmuziek vindt. Ja, maar ik denk... Wel eerlijk, maar... Ja. Wie ben ik nou om tegen Stenders te zeggen... joh, je mag... Ja. Nou, toen zei op een gegeven moment voor mij Van Inkel... hij zegt, weet je wat je moet doen? Je moet tegen Van Inkel of tegen Stenders zeggen... je krijgt een carte blanche. Ik zet 5 platen neer, die moet je draaien. Nou, dus ik zet er 5 platen neer. En het grappige was dan... juist als hij een lijst kreeg met... of een lege lijst, maakte hij het meest commerciële programma. Dus hij draaide eigenlijk, op het moment dat hij vrije keuze had, draaide hij precies wat hij wilde. En op het moment dat je zei, hier heb je het lijstje, zei hij, hier begin ik niet aan. Dus ik vond het al wel, ik heb dat wel vaak teruggedacht aan die tijd met de Stenders. De Broadcast Podcast. Zometeen gaan we verder. Eerst even hetgeen wat we eigenlijk altijd doen in de Broadcast. 5 stellingen en slechts de keuze uit 2 antwoorden. Oh ja. Ja of nee. Dit is het dilemma. Heb ik gehoord, ja, bij Giel van Praag. Kijk. Dus we hoeven niks meer uit te leggen. Nee, het is... dan gaan we beginnen. Ja. Al heb ik genoten als sidekick bij Edwin, ik had liever op zijn stoel gezeten. Nee. Het vertrek van Kobus heeft altijd een litteken achtergelaten op mij, ons. Nee. Podcasting is de opvolger van radio. Nee. Mijn ambitie is een eigen drive-time show. Nee. Er is te weinig nieuw personality radiotalent. Ja. Nou, waar gaan we het over hebben? Nee. Nou ja, 4 neetjes en een jaartje. Er is te weinig nieuw personality radiotalent. Ja. Nou ja, je ziet gewoon dat de nieuwe jongens en meisjes... die mogen bijna niks meer. Die moeten alleen maar aankondigen en afkondigen... en zo min mogelijk wat zeggen. En ja, doorstarten. Ik vind dat echt... creativiteit is daardoor heel erg
ver te zoeken. En je ziet ook de aanwas van nieuw talent. Dat, ja, dat nou, stokt niet. Er zijn wel nieuwe disjockeys die best wel goed zijn. Mm-hmm. Maar het is niet meer... De nieuwe Edwin Evers heb ik nog niet gehoord. De nieuwe Rob Stenders heb ik nog niet gehoord. De nieuwe Ruud de Wild... Ja, het is allemaal... Wat is dan het verschil dat dat toen wel eigenlijk zoveel personalities uit voort zijn gekomen? Heeft dat vrijheid, met dat vrijheid. Format vrijheid. Ja, en misschien ook weer bazen. Die ik heb nog gewerkt onder Lex Harding, maar ook onder Erik de Zwart. Ja, die zei ook alleen maar, ja, een beetje rebels en een beetje, ja, ga maar eens een keer over die grenzen heen. Ja. En maar ik ken maar weinig disjockeys die nu over de grenzen gaan. Ja. Het zijn maar allemaal safe en braaf en lief. Het is ook een beetje de tijd van de maatschappij. Weet je, je mag als je één woord verkeerd zegt of een letter, dan heb je al gezeik en word je voor allerlei dingen uitgemaakt. Ik vind dat geen goede ontwikkeling. Ik ben wel toe aan een beetje rebel. Nieuwe rebelse DJ's. Rebelse disjockeys. Nou, verrassende disjockeys. Ja. Dat hoor ik echt. Maar goed, die zijn er misschien wel, maar ze mogen het dus gewoon niet. Nou, sommige hoor. Ik hoor echt wel bij sommige mensen. Ja, dat zijn goede gasten. Die gaan er wel komen. Ik hoor wel wat talenten die ik in de komende paar jaar door zie breken. Ja. Ja, zoals wie denk je? Of... Wie ik heb een paar. Nou, wat ik heel erg goed vind, die heb ik toevallig vorige week weer een keer gehoord. Mattie en Marieke. Ik vind Marieke echt by far de grootste ontdekking van de afgelopen jaren. Die is gewoon echt heel erg goed. En ik vind de combinatie met Mattie vind ik heel erg goed. Ik hoorde daar bij Q Music ook op laat op de avond Jordi Warners. Warners heet die. Ja. Die heb ik een paar jaar geleden gehoord. Toen vond ik hem, maar die hoorde ik een paar jaar geleden. Dacht ik, jeetje, wat is dat goed zeg. Ik vind bij 538 vind ik Frank Dane gewoon echt ook nog steeds een hele goede disjockey. Die wel hopelijk nu gaat doen wat hij echt heel goed kan dan. En ik vind Barend van Delen in de avond. Daar heb ik een hele goede contact mee. Maar dat vind ik echt een hele goede disjockey. En dat zie ik echt een van de top talenten van dit moment. Ja. En dat is denk ik wel eens een beetje de 4-5 die ik echt heel goed vind. Zie je heel veel inderdaad. Nee, en zit ook nog allemaal bij andere stations. Ja. Of tenminste bij verschillende stations. Maar als je die allemaal op één station zit, dan zouden we wel wat uit kunnen. Dan krijg je een soort hit Radio Veronica van vroeger. Ja. Maar dat is met een Barend wel leuk natuurlijk. Hè? Je bent om 6 uur klaar nu nog even dan. Ja. Om 7 uur begint ik eet elke avond met hem. Ja, precies. Ja. Ja. En dan dat is flink wat uitwisselen. Of hoe, wij lullen alleen maar over radio. Ja. Ja, 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 ja. En wij over jingles en over jinglepakketten, over hij stuurt me heel veel. Hij had me toevallig nu de nacht van Rick van Veldhuizen gehoord. Ja. En dan stuurt hij me terug. Moet je even luisteren. Nou, en dan als ik tijd heb, dan luister ik dat eventjes. En hij stuurt me altijd fragmentjes wat hij heeft gehoord. Nou, ik vind dat superleuk. Leuk. En dan, ja, dan denk ik, hey, je bent wel met de radio bezig zoals je met de radio bezig moet zijn. Ik heb wel met een aantal disjockeys denk ik zelf, nou, die vinden Instagram belangrijker dan de volgende talk. En dat, ik vind dat jammer. Ja. Goed. Je hebt, eigenlijk zat je gewoon goed op je plek als sidekick. Dat blijkt wel een beetje bij Edwin. Ja. Is natuurlijk ook wel logisch na die, 20 jaar. Ja. Je had liever, of tenminste, je had niet liever op zijn stoel gezeten. Nee, want hij was met afstand de allerbeste disjockey die we ooit hebben gehad in Nederland. Ja, dan is het een beetje raar als je de veel mindere disjockey daar gaat zitten. En wat hij kon, dat kan niemand. En ik kon het ook niet. En dus, ik heb helemaal geen behoefte gehad om wat hij deed. Want dat zou ik nooit kunnen. Nee. In de begintijd heb je natuurlijk radio gemaakt met Kobus. Ja. Maar het heeft ook weer geen litteken achtergelaten. Dat je denkt van, nou, daar was last van. Nee, met Kobus hebben we in totaal 3 jaar samengewerkt. En die ging uiteindelijk na een jaar 538 weer terug naar 3FM. Ik begreep zijn keuze toen de tijd niet. Alleen hij heeft me pas verteld wat hij daar verdiende. Toen snapte ik zijn keuze wel. En Kobus had wel de drive en de wens om een eigen programma te doen. En dat hij kon bij de KRO elke dag een middagprogramma doen. Dat heeft hij. We hebben gewaarschuwd wat er zou kunnen gaan gebeuren. Namelijk dat hij na 2-3 jaar eruit zou worden gegooid. Nou, dat is uiteindelijk. Maar hij heeft wel zijn droom, zeg maar, nagestreefd, zeg maar. En nou, dat kan ik alleen maar eigenlijk waarderen. Nee, absoluut. En je komt hem nu natuurlijk weer tegen. Ik, elke avond om 6 uur. hij staat elke avond te roken. Kobus is waanzinnig creatief en een ongelooflijk aardige gozer. Ooit misschien weer radio met hem maken. Je weet het niet. Oh, zo goed is dat. ik zou het niet afwijzen. Nee. Nee, leuk. Nog even over die podcasting. Daar hebben we het al over gehad. Is niet dus de opvolger van radio, wat jou betreft. Nee. Nou, kijk, met die podcast ga je gewoon inderdaad meer de diepte in. Wat achtergrondverhalen. En dat kan je op de radio niet doen, denk ik. En radio blijft natuurlijk altijd gewoon voor informatie en zo. En ook voor nieuwe muziek of voor even geïnformeerd te worden. Ja, blijft dat gewoon een uniek medium. Sneller dan wat dan ook.
sneller dan, nou, behalve misschien Twitter. Maar voor de rest, ik ken geen sneller medium dan de radio. En het blijft ook, ik vind het altijd fijn. Dus ik hou van de radio. Absoluut. Ja, nee, maar het is ook geen vervanger, denk ik. Het is ook meer, je gebruikt aanvulling. Je gaat de diepte in, dat merk je nu natuurlijk ook. Ja, superleuk. Maar het is natuurlijk geen radio wat dat betreft. Nee. Nee, je bent begonnen natuurlijk laatst met je eigen programma. Ja. Maar een eigen drivetime show hoeft niet per se. Nee, het was, kijk, in dat eigen programma, dat is eigenlijk uit een soort nood geboren. Niels is nu de zenderbaas en die kwam in de periode dat corona net begon. En dus gereorganiseerd moest worden. Dus we moesten helaas afscheid nemen van een aantal mensen. Dennis Hoebe moest weg en Jurjen Govers. En dat was onze avondprogrammering. En we zaten een keer te praten. Hij zegt, ik vind non-stop op zaterdag en zondag vanaf 6 uur. Hij zei, ik vind dat een beetje armoe voor een landelijk station. En dat was ik met hem eens. En hij zei, joh, heb jij geen zin om radio te maken? Ik zei, ja hoor, daar kom ik op terug. Dus ik was thuis bij mijn vrouw en ik zeg, nou, die gekke Niels, die zei nog van, heb jij geen zin om programma te maken? Toen zei ze, wat heb je gezegd? Ik zei, nou, dat ik op terugkom. Op terugkom? Je zegt toch wel hopelijk ja. Ik zei, ja, maar het is op zondagavond en ik wil het live doen. En ze zei, ja, dat ga je toch doen? Dus ik ben naar Niels gegaan. Ik zei, nou ja, mijn vrouw vindt het een goed idee. Dus ik vind het hartstikke leuk. Alleen ik wil wel iets doen wat net even anders is dan de hele dag. Dus en ik vind zondagavond een beetje rust, een beetje pop en rock ballads. Hij zei, nou, dan ga je dat doen. En, nou, ik ben begonnen en de reacties zijn redelijk leuk. Dus, dat is hartstikke leuk. Daar hebben we zo meteen nog een mooi fragment van. Echt waar? Ja, zeker. Dat moet wel goed zijn. Ja, precies. Zullen we dan nu teruggaan naar de KRO? Ja. Of eigenlijk naar 3FM, hè? Ja. De overstap naar 3FM. Kan je daar iets over vertellen in die begintijd, ook met Edwin? Nou, we werkten allebei natuurlijk bij Veronica. Edwin deed de ochtend, maar die moest naar de middag. Die deed volgens mij 2-4, denk ik, uit mijn hoofd. Of 12-2, nou, een van die dingen. En hij wilde graag de ochtend doen, maar dat werd vergeven door of aan Jeroen of Robert Jensen deed zelf. Dus Edwin, wij werkten al een beetje samen met de vrijdagavondketen. En ik zat voor Edwin met mijn programma Goud. Dus hij deed 12-2. Dus ik deed Goud van Oud van 9 tot 12. En hij deed 12-2. En we bleven altijd een beetje bij elkaar zitten. Een beetje eten en lunchen. En we konden goed met elkaar vinden. En we hadden allebei de beste luistercijfers. Alleen Jens zag het niet in hem zitten. En die zag het niet in mij zitten. Dus ik werd eerst van mijn programma afgehaald. En daarna werd ik ook van de muziek afgehaald. Dus ik kreeg echt een functie in het archief, weet je wel. En hele rare dingen moest ik doen. Ik had hem nog opgeschreven. Je hebt dat ooit een keer eerder verteld. Ja. Je werd door Jens eigenlijk het archief ingestuurd. Ja. En toen zei ik zeg het archief. En zegt, voel jij je te goed voor het archief? Ik zei, ja, ik voel me zeker te goed voor het archief. Dus dus ik werd in een hele korte periode, voor mij in een week of 5-6, van en de radio afgehaald en van de muziek. En Edwin die mocht alleen maar 12-2 doen. En geen typetjes mocht hij doen. En die was net benaderd door de KRO. En toen zei hij op een gegeven moment, kwam hij naar me toe en zei, joh, ik ga naar de KRO. Vind je het leuk om mee te gaan? Toen dacht bij mezelf, de KRO? En ik zat bij Veronica met achter de receptie blonde vrouwen, overal muziek. Ja, hip. TV, ja. Daar liepen alle sterren rond. Ja, en de KRO, ja, dat was toch wel. Alleen toen ging ik naar de KRO toe. En ja, het was een warm bad. Het waren ontzettend aardige mensen. Hadden niet al te veel verstand van radio, dus dat was wel heel fijn. Dus wij konden daar echt wel wat potten breken. En het was gewoon, ja, ik heb me daar echt ontzettend goed gevoeld. Echt onwijs fijn. Dat was een hele goede werkgever. Ja, ja, de opvolger natuurlijk van Jeanne Kooijmans en Peter van Brugge. Ja. Nou ja, dat, wij hadden al zoiets van, nou, veel slechter kan nee, het niet. Nee, maar dat die cijfers toen waren ook niet top, zij zakten, toch? Nee, zij waren aan het zakken. Ja, en op zich waren ze niet, ze deden niet heel erg slecht. Nee. Alleen het was natuurlijk een beetje libelle radio. Het was een beetje voor dus die tijd. En ze waren toch bij 3FM, wilden ze wat sneller en wat steviger. En dus kwamen ze bij Edwin terecht. Het moest allemaal wat hipper. En, en dat werd het uiteindelijk natuurlijk. Maar je was geen ochtendshow gewend. Nee. Hoe was dat? Dat ritme, het werd omgegooid. Vroeg je bed uit? Ja, dat was wel even pittig. Want ja, je moet echt om 8 uur 's avonds of 9 uur naar bed toe. En dat lukt de eerste week niet. En de tweede week ook niet. En pas na een maand of wat. Dan. Maar ik werkte ook nog in een discotheek op zaterdagavond. Dus ik gooide gewoon mijn ritme volledig om. En dat is echt verschrikkelijk. Dat is echt wel een aanslag op je leven. Maar dat heb je tot, nou ja nog lang steeds gedaan. Volgens mij. Ja, maar misschien nu wat minder in deze tijd. Maar nou, nu helemaal niet meer. Nee, maar precies. Ik heb het nog wel lang gedaan. Alleen niet meer tot 3-4 uur 's nachts. Weet tot 12 uur of 1 uur of 2 uur. Dat is nog wat te doen. En als je aan het ritme houdt, dan is het prima te doen. Alleen je moet wel s'avonds om 8 uur naar bed. Nou, dat heb ik altijd gedaan. En dan was je zondags helemaal verrot waarschijnlijk, of niet?
Of? Ja, dat was niet de gezelligste. De beste dag. Nee, dat was niet. Maar ja, je krijgt er zoveel verschrikkelijk veel voor terug. Dus dat weegt niet eens tegen elkaar op. Dat is gewoon, de balans is echt altijd radio. Ja. Ooit met tegenzin naar de studio gegaan? Nooit, nog nooit. Nee. Mooi, hè? Echt nog nooit. Ja, mooi. Nee. Maar überhaupt nooit. Ja, het is je werk, maar dit zie ik natuurlijk niet als werk. Nee. Een statenmaker of een vuilnisman, dat vind ik hard werken. Maar wat wij doen is natuurlijk niet echt keihard werken. En jullie begonnen op Nieuwjaarsdag. 1 januari, 1998. Ja. Wel een aparte dag, toch, om te beginnen? Of? Ik kwam rechts uit de discotheek. Ja. En Kobus, die had ook niet geslapen. En Edwin ook niet. En wij belden, hè? Lekker fris allemaal. Allemaal lekker fris. En we belden met Marco Bakker, dat weet ik wel. Heb je dat fragment of niet? Nou, we hebben wel een fragment met de wetenschap dat er inderdaad niet geslapen is. Soms is het zicht zelfs minder dan 50 meter. Geen ster? Zijn we niet uitverkocht? Wat is dit nou? Dat dacht je maar. Vanaf nu word je iedere werkdag wakker met Evers staat op. Evers staat op. De toekomst is begonnen. Hier op 3FM. We wensen je een active 98. Goh, ik had nog geen briljante tekst even voorbereid, maar voor de gelegenheid wel even een nieuwe naam bedacht. Als je het niet erg vindt. Evers. Ja. Mooi. Ja. Dennis Hoebe, de stem volgens mij, de station voice. Ja. Ja. En dat ben jij ook nog een tijd geweest. Ja, een jaartje. Ja. Dat was wel heel leuk. Ik kreeg dat bizar. Normaal, een station voice krijgt natuurlijk een vergoeding daarvoor. En ik had dat een jaar, volgens mij 9 maanden gedaan. Dus ik ging naar Paul van de Lucht toe. Ik zeg, joh, Paul, is het niet de gewoonte dat de station voice wat krijgt? Dus ja, daar heb je wel gelijk in. Jij krijgt van mij 600. Ik zeg, wat, 600 gulden? Ja, 600 gulden. Voor elke week, elke maand? Nee, voor een jaar. Goed. 600 gulden. Maar goed, dat weerhield je niet. Nee, maar ik vond het een grote eer. Ja, briljant man. Ja. Ja, maar dat klonk meesterlijk. Volgens mij daarna Edwin Diergaarde, denk ik. Of? Diergaarde, ja. Ik weet niet of Dennis ook nog een tijdje is geweest na mij. Daarna Edwin Diergaarde, deed ook supergoed. En ja, wie nu de stem is, dat weet ik eigenlijk niet. Dus, overigens wel goed. Sander Ogendoren, volgens mij. Ja, en Eva. Nu het zeg, ja. Kregen jullie carte blanche of mocht je daar gewoon echt volledige vrijheid met het programma van toen al meteen? Volledige vrijheid met in acht de namen nemen van de standaard van de KRO, zeg maar. Dus geen godslastering of mensen beledigen. Maar ja, dat wilden wij sowieso niet doen. Maar gewoon een leuk vrolijk ochtendprogramma maken. Tuurlijk, ja. En voor de rest redelijke muzikale vrijheid. Ik weet niet wie die toen de muziek deed bij 3FM. Het was wel grappig, er was nog geen computer. Wij kregen dus elke dag een mandje met erin platen. Dat kon je gewoon niet voorstellen. Er stond zo'n klein Tupperware bakje met erin 5 cd's en 10 singeltjes. En ook nog zo'n dingetje voor op de cup. Wat ze dan ook weleens hadden, want je had daar boven dan de fonotheek. Maar er was bijvoorbeeld U2, New Year's Day, was er bijvoorbeeld niet in de goede uitvoering. Ja, dan kreeg je gewoon een hele vage LP-track van U2 of op LP. Het was echt bizar, bizar. Mooie tijd. Ja. Nee, ja, goed, toen gingen natuurlijk de luistercijfers gingen eigenlijk alleen maar heel snel, heel hard. Omhoog. Ja. Ja. Nou, we hadden twee mazzeltjes. Dat Sjanne en Peter waren niet zo denderend. En dit was best wel een totaal ander programma, maar wel flitsend snel. En voor de jongeren. Dus de jongeren die kwamen terug bij 3FM. En wij gingen naar, volgens mij, Sjanne en Peter stonden op 15-16% en wij gingen naar 25. En we hadden de mazzel toen de tijd met dat EK. Ik denk dat was 98. Met waar wij goed speelden met het Nederlands elftal. En Edwin zijn debuut maakte met De Boertjes. Ja. En de rest is bijna history. Is geschiedenis, Want je deed toen dus ook al wel de muzieksamenstelling van het programma. Dat nog niet. Nee, dat is later gekomen. Dat werd door iemand anders. Ik weet eigenlijk niet meer. Ik denk Basiel de Groot deed dat, denk ik. Ja. Die het nu bij Radio 2 doet. En wanneer ben je dat wel gaan doen dan? Of? Toen we naar 538 gingen. Oh ja. Want ik had natuurlijk daarvoor, ik had bij Veronica, het oude Veronica had ik samengesteld. Ook voor Edwin. Ja, die was altijd heel erg tevreden over zijn lijsten. Ja, logisch. Want ik zei, wat vind je leuk? Ja, Toto. Nou, dan zet ik Toto neer. Ja, ja. Dus op een gegeven moment, en 538 was natuurlijk, toen wij naar 538 gingen, was het natuurlijk wel een scooterstation, hè, met de happy hardcore. En ja, dat vond Evers niks. Dus, en we moesten een soort mix vinden tussen de sound van 538 en wat Edwin wilde. Hij zegt, ja, er is er maar één die dat goed kan doen dan voor mij. Dat ben jij, omdat je weet wat ik leuk vind en wat voor 538 belangrijk is. Dus ik heb toen
begonnen met alleen Evers programma. Daarna ben ik ook Greatest Hits en De Nacht. En ook de hele tijd het gedeelte van het station gaan doen. Ja. Ja, je zei net, Edwin vond het een scooterstation, vond het niks. Maar hoe heb je dan toch, of jullie, 538 uiteindelijk gevonden? Want in 2000 was daar die overstap. Ja. Na 2 jaar al. Ja. Vrij snel. Ik denk dat Edwin, die kreeg natuurlijk een aanbieding die hij, een offer, he kent, reviews. Nou ja, dat telt mee. En wij moesten ook mee en wij moesten toen nog onderhandelen met Erik de Zwart. En nou, wij kwamen er ook redelijk goed uit. Ja, dus, maar ja, inderdaad. Maar toen we ook hoorden van Inkel ging erheen en Dennis Ruijer zat er. Ja, en de plannen waren om dat inderdaad een wat breder station van te maken. Alleen in het begin, wat ook logisch is, wilden ze natuurlijk niet al die oude luisteraars, de jonge luisteraars weg. Dus het was een mix tussen, ja, het was Boney M, Paul Elstak en Toto. Een totale rare mix. Maar uiteindelijk hebben we daar wel een soort modus in gevonden. En na een paar jaar... Nou, voor mij heeft het nog wel lang geduurd voordat we uiteindelijk nummer 1 werden, hoor. Dat heeft voor mij nog wel een jaartje of 3-4 geduurd. Ja, was volgens mij langer. 2003. Eind 2003 of ergens zoiets. Ja. Volgens mij, ja. Mark Leider uiteindelijk. Ja, dus nou, dat heeft toch nog 3 jaar geduurd, ja, inderdaad, voordat, ja, we nummer 1 werden. Ja, maar goed, wel natuurlijk een hele mooie... Nee, de eerste maanden zakten wij. Oh ja? Ja. En toen paniek of... Grote paniek. Ja. Ja, want toen was het echt, ja, jullie draaien Toto, maar dat willen we niet hebben. Je moet gewoon die lijst draaien. En toen zei het, ja, maar eigenlijk is het normaal, als er een nieuw programma komt, dan zakt het eerst, de luistercijfers, voor dat tijdvak. Maar dit ging inderdaad, we gingen 1 maand omlaag, toen bleven we stabiel en daarna, maar het ging niet met de sprongen van 3-4% erbij. Het ging echt heel erg gestaag. Gestaag. Ja. Maar nog even terugkerend op 3FM, ja, jullie hebben het daar gewoon leuk gehad. Superleuk. Als 538 niet was geweest, hadden jullie dan nog met jaren plezier radio gemaakt? Absoluut. Het was echt een. Ik vond echt een. Wat ik zei, de KRO was echt een hele fijne. We hadden een goede zenderdirecteur of zendercoördinator. Die niet liep te zeuren, maar zei: jongens, ja, jullie scoren fantastisch. Jullie doen het netjes. We hadden veel publiciteit. Mensen zijn tevreden. Ga zo door. Ja, het was echt een hele, hele fijne werkgever. Ja, echt, ja, supergoed. En 3FM was toen de tijd ook wel natuurlijk. Wim Richter zat daar, Stenders, Westbroek. Ja, dan kon je met al die gasten kon je onwijs leuk. Het waren goede line-up ook. Het was echt wel een goed station toen. En ik vond 3FM toen de tijd, en misschien, ik luister nu niet zoveel meer naar, maar toen, ik vond het een stoer station. Het stond echt aan en het stond ook voor iets. Weet je, je hoorde daar nieuwe muziek, verrassende muziek, een beetje alternatief, maar alles kwalitatief wel goed. En ik vond daar echt een hele fijne zender, ja. En wat vind je van het huidige 3FM? Ik luister niet heel veel, omdat de muziek die ze draaien vind ik niet zo leuk. En ik vind ook, maar dat heb ik net ook al gezegd, ik vind de discjockeys tegenwoordig, ja, ze maken me of niet aan het lachen of ze zetten me niet tot nadenken. Ja, hou er snel op. Ja, en ik vind ook, als je weet je, ik doe nu de muziek van Veronica voor een groot gedeelte. Ja, dan luister ik liever naar Veronica om te kijken of dat allemaal klopt wat wij in ons hoofd hebben. Dus ja, dan. Maar ik zet wel langs die zenders, maar ik vind 3FM niet echt niet core wat ik luister. En ik vind, ja, het is misschien ook. Misschien ben ik echt te oud voor 3FM. Nou, niet misschien. Ik ben te oud voor 3FM. Ja, maar goed, het zegt genoeg natuurlijk van in de hoogtijdagen 30-40% marktdeel naar 2 nu. Ja, ja, toch? Dat is ook wel, ja, eens, ja, weer, ja, wat, ja, te, ja, zeggen. Tot zover het eerste gedeelte van ons gesprek met Rick Romeijn. In de volgende aflevering hoor je het tweede gedeelte met daarin de overstap naar 538. Het einde van Ever staat op en het begin van Veronica Insight en zijn eigen programma bij Radio Veronica. Vergeet ons verder geen review te geven via jouw podcast aanbieder, zodat wij weer beter vindbaar worden. En uiteraard jezelf te abonneren op de broadcast, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Dankjewel. Je luisterde naar de broadcast. De podcast over radio en televisie in Nederland. Volgen doe je ons op de socials en vergeet je niet te abonneren via de diverse streamingsdiensten. Graag tot de volgende broadcast.